Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlogs geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Met mama, want ik heb vandaag sportkeuring, sportmedisch onderzoek. Dat is vanuit de KNS, omdat ik in het kader zit, moet je één keer per jaar sportmedisch onderzocht worden, zodat ze kunnen kijken of je nog aan de binnenkant functioneert. En dat ga ik dus vandaag doen en dan gaan we naar Topsport in Eindhoven. Dat is ook dat is zeg maar een medisch centrum en ook een sportschool en zo. En dan gaan we, moet ik bloed prikken. En ik heb ook plas, heel ranzig. Hij is nog warm. heb ik al thuis gedaan. En er wordt ook al onderzocht. En vorig jaar krijg ik ook een ECG, een hartfilmpje en dat soort dingen. Ik zal het allemaal filmen straks. Vorig jaar had ik, even kijken, had ik een veel te hoog cholesterol blijkbaar. Zei die man van ja, als ik ga je bloed onderzoeken en als er niks aan de hand is, dan hoor je niks. En als het slecht is, dan bel ik. En toen ging hij dus bellen. Ik schrok mij helemaal kapot. En toen zei hij dat ik te hoog cholesterol had. Toen ging mijn moeder allemaal cholesterolarm brood kopen en zo. Dan was ik de hel van de tijd. Ik hoop dat het nu beter is. Verder eet ik nog steeds veel Nutella, dus het zal wel niet veel veranderd zijn. Maar het kan blijkbaar ook erfelijk zijn of zo, ik weet het niet. Dus dat gaan we vandaag doen. En we zijn alweer te laat. Dus mama gaat even doorvlammen. En dan zie ik jullie zo weer bij Topsport in Eindhoven. Jezus Christus. Waar is dat? Niet de film. Nee. Deze mag je zo meteen in je mond nemen. Deze klemmetje op. Mag je maximaal inademen. Daarna maximaal krachtig uit. En zo lang mogelijk uitblazen. Ja. Ja? Zo slecht in, oké. Als je helemaal uitgeblazen hebt, mag je weer in. Zet ik hem even stop. Ja. Ja? Dus dan mag je hem even rustig aan. Iets veller uitblazen, zeg. Harder. Ja, dus echt krachtig uitblazen. Oh, we hebben de oren dicht. Dat die. Dus we gaan zo meteen eerst met maximaal in. Helemaal uitblazen, helemaal uitblazen. En erin. Oh shit, ben ik wel geslaagd. Nee, ik wilde echt heel slecht. Ja, nou doen we in ieder geval nog twee keer meer. Oh. De paarse die is goed, hebben we een mooi gemiddelde van 3. Ja, de arm mag je ontspannen houden. Mag je aangeven aan welke kant het rondje open is? Links. Boven. Rechts. Goed. Links. Rechts. Onder. Nee, dat doe ik niet. Rechts. Oké. Okay. Onder. We zijn inmiddels bij het bloed prikken. Dus even kijken of dat ook in orde is. Ja, nou en toen kwam er een andere arts. En die, hoe heet dat? Die drukte dat ding uit mijn hand, want die zat ook daar. En die ram zeg
suiker van de pols. Oh ja. Ze hadden toen al 5 keer geprobeerd bij de anesthesie. We leven nog, het is allemaal achter de rug. En nu nog even wachten op de sportarts. Die gaat nog even, weet dat, persoonlijk kijken. Naar mijn gewrichten en dat soort dingen meestal. Dus dat is ook een... De laatste keer was hij best knap, dus ik hoop dat ik dezelfde heb. We zijn klaar en we onderweg naar huis. Die dokter die had een beetje cameravrees, dus ik mocht helaas niet filmen. Werd hij zenuwachtig van of zo. En ik stond ook in mijn BH en onderbroek, dus toch maar beter voor iedereen. En we zijn er onderweg naar huis en dan krijg ik bloeduitslag, krijg ik nog... ik ga die voor bellen als het niet goed is, zeg maar. Dus hopelijk belt hij niet. En dan zien we wel wat het wordt. Dit was dus de sportkeuring. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe het eraan toe gaat. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.